Sinds zaterdag is er weer een slijterij in Zoeterwoude-dorp. Burgemeester Liesbeth Bloemen opende de winkel door samen met Dries, de jongste zoon van de ondernemers, een lint door te knippen. Is het belangrijk voor het dorp? Nou, alle detailhandel die is eigenlijk belangrijk. En deze slijter, daar zaten al twee eerder. En die zitten aan het dorpsplein. En dat hoop je natuurlijk dat het dorpsplein ook weer wat vrolijker wordt en meer beweging krijgt. En het is gewoon leuk als je gespecialiseerde dranken wil hebben. Hè, want die kan je niet bij de supermarkt halen. Dan moet je even hier langs. Het is echt een slijterij met allerlei soorten dranken, likeuren. En ja, in de wijn wil ik me onderscheiden met ja, mooie wijnen uit mooie gebieden. Mooie kwaliteit. Komen er ook proeverijen? Ja, dat staat wel in de planning. Ik ga eerst de open even alles laten landen. En dan gaan we dat ook zeker opstarten. En daar zal ik de mensen duidelijk maken wanneer dat zal zijn. Maar dat is zeker de bedoeling.